Een groter contrast is nauwelijks denkbaar. Gisteravond nog voetbalde Klaas-Jan Huntelaar voor 60.000 toeschouwers voor zijn club Schalke 04. Vanmorgen was de spits van Oranje alweer te gast bij LSV Lonneker. Met de financiële bijdrage van de Huntelaar Foundation heeft de club een washok gebouwd, waar mensen met een beperking de tenues van alle teams van LSV kunnen wassen. Huntelaar vindt dat soort projecten belangrijk. Nou ja, omdat we amateurs willen helpen om hun projecten of dingen die ze willen verbeteren bij hun club, om dat te realiseren. En vaak is daarbij in eerste instantie vrijwilligers of geld een probleem. En, ja, daarbij proberen wij met de foundation die amateurclubs te helpen om dat toch te kunnen te realiseren. Nou, wat is jouw persoonlijke motivatie om maatschappelijk betrokken te zijn bij amateurclubs in het voetbal? Nou ja, omdat ik zelf bij amateurclub heb gezeten, weliswaar een redelijke tijd geleden. Tot mijn 10e denk ik. Maar er was zo'n gemoedelijke sfeer en een leuke sfeer. Je begint daar eigenlijk te voetballen met vriendjes, klasgenoten en noem maar op. En, ja, het is eigenlijk één soort familie, een soort ontmoetingsplek. En ik denk dat het voor iedereen heel erg belangrijk is in een gemeenschap. Als je hier bij LSV Lonneke bent, voel je dat familiegebeuren hier ook? Ja, hetzelfde als mijn amateurclub, zeg maar. Ik ken de mensen dan niet persoonlijk. Maar als je ziet hoe de mensen met elkaar omgaan, dan kun je dat wel vergelijken met de amateurclub waar ik ooit begonnen ben. Het is natuurlijk niet iedere dag dat de spits van het Nederlands elftal langskomt in Lonneker. Hij heeft met zijn foundation ons project gesubsidieerd, het wasgebeuren. En daar vieren we vandaag de opening van. Ja, wat is dat precies, dat wasgebeuren? Het wasgebeuren houdt in dat de clubkleding tegenwoordig gewassen wordt op de club. Dus de spelers kunnen na afloop van de wedstrijd hun kleding in de tas doen. En dan krijgen wij de kleding hier gewassen. En het is extra bijzonder dat die kleding gewassen wordt door cliënten van het bouwhuis. Mensen met een verstandelijke handicap. Die dan een nuttige dagbesteding hebben en ons helpen aan schone gewassen kleding.